Goedemiddag, het is vandaag dinsdag 5 mei 2020 en ik ben in Blokker en vandaag ga ik naar het Streekbos in Boven Caspo. Ik ga fietsen vanaf Blokker naar Boven Caspo en daarna, als ik in Boven Caspo ben, dan ga ik op zoek naar het Streekbos en dat ga ik aan jullie laten zien waar die is en waar die liggen. Stedenbroek. Ik ben in Stedenbroek. Recht door continu. Ik ben nu bij Rotonde en ik moet rondjes maken. Zo, rondjes. En vervolgens die kant op. Recht door continu. En dan zie ik vanzelf wel. Die kant op is treinspoor en die kant op is een winkelcentrum en die kant op is een hoor ik de muziek, dus ik ga eventjes kijken wat daar is. Ik ben echt super benieuwd. Oké, laten we gaan. Wat een mooi avontuur. Dat gaat over branden in zand. Je krijgt je warm op voeten. Ja, het is een beetje tropisch. Zwarte Gino, jij vanilla. Die werd rokoon, wat verloor. Hey, lieve mensen, zou ik wel netjes anderhalve meter uit het haar willen blijven? Ja hoor. Ik vind het prima dat we niet twee dagen, maar we moeten ons wel aan de regels houden, hè? Maar ik heb ook een liedje uit Volendam meegenomen. Maar wat moet ik kiezen? Of de Biesden, of Nick de Sion. Ja, dat is een moeilijke keuze, hè? Ja? Geef hem mij hoor hier. Wat? Weet je toch? Nick en Simon. Ik gewoon even met een klas op Nick de Sion. Die zat lekker de kerels zijn, toch? Ja, wel hoor. Heerlijke lange mannen zijn al achterlang. Ja, ik heb ze ontmoet, maar ben ik natuurlijk niet te groot. Ik ben anderhalve meter. Vroeger zaten ze bij mij voor, maar dan waren ze niet gelogen, hè? Dat is echt waar. Ik zat in de band, gat in de marktband, heette dat. En toen waren ik misschien nog, ik denk 13, 14. En toen kwamen ze al mogen alsjeblieft bij jullie in het voorprogramma. Dus ik vorig jaar tegen ik, zeg ik. Zeg maar, alsjeblieft bij jou in het voorprogramma. Maar nee, dat dus niet. Nee, ik voel me op hoor, want ze het niet hebben. Maar ik heb een liedje mee, dat heet dan zo, hè? En dan kun je zo lekker dansen. En het is heerlijk, heerlijk. Ik wil dat we de hele mannen zijn.
van mij. Ik wil nog niet zoen, het is allemaal ik vraag. Ah, dat wel, Rosanne. Ik weet niet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij moet het bij. Want ja, liefde, daarmee jij je soms bereid. Weer hier is nieuwe liefde voor ons. En daar staan zoveel mensen met netjes allemaal netjes aan elkaar, want anders krijgen we ruzie met de handhaven, meen ik serieus, hè. Maar Kees raakt niet zonder een liedje. Zullen we het gewoon nog een keer doen? Hij doet maar 2 minuutjes, dus we zijn er zo vanaf. Maar het is zo lekker nog even te horen. Het was leuk genoeg van die zangeres, die kant op natuurlijk. En nu ga ik die kant op, rechtdoor, continu, tot bij de rotonde. Dit is rotonde en ik moet alleen maar rechtdoor, continu, verder, verder, verder. That's it, very easy. Het zonnetje schijnt. Warm. En tussen ook is er wit. En ik heb voorrang, wisten jullie dat? Want haaitanden betekent dat iemand anders moet stoppen. En dan betekent ik heb voorrang. Oké, we gaan die kant op. Easy. Wow. Het is echt ontzettend mooi hier. En het is fantastisch. En ik moet er rechtdoor fietsen de hele tijd. Maar eerst ga ik op de knop drukken. Wacht ik op netjes. Oh, nou ja. Wat een magische gebeurtenis. We gaan naar rechtsaf en daar staat hij uitgezonderd. We gaan rechtdoor fietsen. Zo, wat een mooi zeg. Wow, wat een natuur.
mooi avontuur. Hè. Wat een mooi avontuur is het. Fietsen is gezond. En dat is waar. Precies. Je moet er rechtdoor continu. Wow. We gaan rondjes maken met fietsen en vervolgens moet ik even kijken. Want goed zo, want de anderen hebben voorrangen, maar ik niet. Dus je moet alleen maar rechtdoor, die kant op en dan is de finish. En dan ben ik bij, beland ik bij het Streekbos. Het is voor mijn allereerste keer dat ik naar het Streekbos. Het is echt mysterieus. Ik heb echt zin in. Ik moet echt snel fietsen. Yes! Ik ben hier en ik ga naar rechtsaf. En vervolgens zie ik vanzelf wel. Oh my gosh! Streekbos. Paviljoen. Holy cow. Duidelijk, mooi zo. En daar is Klimmerdingens. Oh my gosh. Wow.